Hallo allemaal. Anderhalve maand geleden was mijn laatste video. Ik zei toen dat mijn winks al in Los Angeles lagen. Dat bleek achteraf helemaal niet waar te zijn. Dat kun je ook op mijn blog lezen. Bleek dat WinKit Plans, dat die niet op tijd in de kit waren gegaan en dat ze die dus nagestuurd hadden via airmail. Ik heb anderhalve maand moeten wachten dus op mijn winks. Totaal trouwens 3 maanden. Dus ik moet de volgende keer op tijd beginnen met bestellen. Om te voorkomen dat ik weer hele lange wachttijden heb. Maandag de 26e zijn ze binnengekomen. En in deze video laat ik je de inventarisatie zien die ik woensdag uitgevoerd heb. Ik heb ook wat veranderd aan de eerste leader, zeg maar, van de video zoals je ziet. Ik heb geprobeerd wat details te verwijderen, want die waren wat, misschien wat overbodig. En bovendien ben ik ook aan het experimenteren met andere soort filmpjes. Dus om niet alleen timelapse te doen, maar om ook soms stukjes gewoon normale video er tussendoor te doen. Om op die manier meer detail te kunnen geven enerzijds en ook meer een soort feel te geven van wat er aan de hand is. Het eerste deel van de inventarisatie is Schildtime. Ik ben hier dus de kisten aan het leegmaken en er zit heel veel papier bij, dus dat moet allemaal opgeruimd worden. Je ziet aan de achtergrond 2 kisten. De korte, brede kist zitten eigenlijk alle skins en alle rips in. En de achterste kist, de lange kist, 4,70 meter lang is die, zitten de spars in en een paar hele lange longerons, dus lange hoekijzers. Die hoekijzers zijn ook nog van de fuselage. Omdat die zo lang zijn, hebben ze die maar meteen in dezelfde kit gedaan. Het idee is elke keer dat je onderdelen uit de kist pakt, uitzoekt hoeveel het er zijn, welke het zijn en dan op de behoorlijke lijst met onderdelen afstrepen. Wat ik dus hier aan het doen ben. Nou, het was trouwens heel erg koud. Het vriest hier op dit moment een graad of 8. Dus dat is behoorlijk fris. Oké, dat waren de rips. Ik ga nu de rest van het deel ga ik op hoge snelheid afspelen. Want ja, dat is meer van hetzelfde. En ik zal proberen kort commentaar te geven erbij. Wat ik nu pak is een edge van een vleugel, dus een stuk kunststof. Ook daar dus alle kunststof uithalen, of alle papier uithalen. En in die edge zitten als het ware weer onderdelen gestopt. Een flop tube zoals je ziet, dus een tube, een speciale benzineaanslang die bedoeld is voor acrobatisch vliegen. Nou, een andere wingtip, daar zit een stuk spexiglas in wat voor de licht bedoeld is, de lichten. Nou, ook alles inventariseren en opschrijven. Het is een behoorlijk zoek plaatje. Dit zijn de fuel caps. Fuel sealant, tank sealant. Chemisch spul om de zaken waterdicht te krijgen of eigenlijk benzine dicht te krijgen. En in sommige zakken zitten weer subkits. Dus dat moet je allemaal uitzoeken en kijken of alles erin zit. Nou, het klopt trouwens allemaal perfect. Ik heb niks gemist, dus dat is goed gegaan. Rivets heb ik speciale bakjes voor. Linknagels, om dus goed in elkaar te houden. En ik haal alles uit de zakjes, want ja, dat schiet anders niet op, anders moet je telkens een zakje blijven zoeken. Dus voor dit soort generieke dingen, zoals klinknagels, haal ik alles uit zakjes en stop ik die in mijn rivet packs. Oké, dit is een heel pakket met allemaal skin. Verschillende diktes aluminium. De vleugels zijn aanzienlijk dikker.
dan bijvoorbeeld de empennage huiden. Dit is voor flaps en ailerons. Dan laat ik nog even dicht zitten omdat ik daar toch niet aan begin. Op dit moment begin ik met de main spars. Dus die doe ik als pakket geheel even wegleggen. Wat beschermend materiaal erop zodat het goed ligt. Oké, hier laat ik het bij. De rest is eigenlijk meer van hetzelfde. De inventarisatie ging erg goed. Wat ik al zei, ik had alles. En de volgende keer ga ik verder met Building My Pie in the Sky.